Het Lotenfeest komt er weer aan. Volgens het boek van Esther is het een gebod om Purim als een dag van vreugde en feestmaal te vieren. Daarop hebben onze oude wijze geleerden vastgesteld dat men op Purim niet alleen mag, maar zelfs veel jaaien moet drinken om zo de feestvreugde te verhogen. De bedoeling is dat men geen onderscheid tussen de beschraaide Haman en de gezegende Mordechai zou kunnen maken. In de Jodenhoek zegt men in de heilige taal Adloyada, drinken tot men niet meer weet. In de Achterhoek zegt men echter het verstand op nul en de ogen op een einde. Maar dat betekent hetzelfde. Oneinde in de heilige taal is Ein Sof en dat is de benaming voor Adeshim Elokeini. We drinken om één te worden met God en dat kan pas wanneer het verstand op nul wordt gezet. Eén keer per jaar zijn we totaal gefocust op oneinde. Tof, slecht, het is allemaal eipotnat. Alles is één en één is onze Adeshim Elokeini. Wie het echt goed wil vieren, moet verkleed gaan. Zo ging ik vorig jaar als koningin Esther verkleed. Bij de Soeder sprong ik op een gegeven moment voor de poning van onze chique Rabbi. Hij was op dat punt jaaien aan het binnenwerken. Nou, de jaaien spoot alle kanten op. Ironie, neem je Adeloya dan niet al te letterlijk? Een Yehudi in een joffele jurkie? Ligt dat niet buiten onze traditie? Ik zei, alles is toch één, Rabbi? Eén? Eén? Nee. Vandaag is alles 18. Lechaim!